Ik heb er ook geen spijt van. Nee. Nee, als hij weer voor mijn neus zou staan, dan zou ik het nog een keer doen. Ik vond het vet leuk dat je er bent. Want ik ken jou van... we kennen elkaar al sinds de YouTube-tijd, zeg maar. Ja. Dat is echt een paar jaar geleden voor jou dat je begon op YouTube. Ging je video's maken. Toen ging je ineens muziek maken. En echt miljoenen mensen luisteren. Ja, ik had ook niet verwacht dat het zo zou lopen. Nee. Maar ja, beste keuze wel. In die hele soort tijdsbestek van die jaren is het jou op een of andere manier... is het altijd gebeurd dat jij eens in de zoveel tijd wel even soort van in opspraak kwam in de media. Ja, klopt. Dus dat ze wel even die pijlenboog zo weer op Femke Louise gericht. Ja, kijk... Soms, als ik bijvoorbeeld iets wil promoten of zo... of er komt een nieuwe single aan of ik heb een tof project... dan probeer ik wel gewoon bepaalde bommetjes te gooien. Kijk bijvoorbeeld naar dat voorbeeld over die Bond-documentaire met die foto. Ja. Weet je? Dat was toen ook een heel ding. Dus soms doe ik dat ook gericht, maar soms doe ik het ook gewoon heel onbewust. En kan ik daar gewoon echt... Ja, weet je, ik geef gewoon vaak mijn mening. En, Het is zo lullig dat je soms ook keihard dan wordt aangepakt en afgerekend op een... Door media en door en media neemt het allemaal over. En laten we wel wezen, ik bedoel, journalisten met een uitzondering daar gelaten... maar het is best wel heel lui volk, hè. Dat schrijft altijd alles gewoon maar klakkeloos van elkaar over. Checkt ook eigenlijk echt helemaal moord of het eigenlijk wel klopt. Nee, maar ik vind het ook niet heel erg. Vind jij het niet lastig? Nee, ik denk eigenlijk van, de media mag toch schrijven wat ze willen. Ja, ze mogen, maar waarom? Ik vind het eigenlijk trouwens helemaal niet dat ze mogen schrijven wat ze willen. Ik vind het wel handig als het klopt. Ja, dat wel. Maar kijk, daar houden ze van. Ja. Dus dat is ook een bepaald iets. Ja, iedereen probeert een stuntje uit, hè. Ja, maar het gaat allemaal tegenwoordig. Het gaat natuurlijk allemaal op wat er allemaal online verschijnt. En dan gaat het erop dat erop geklikt wordt. Zoveel mogelijk. En dat is het enige waar het over gaat. En dus moeten die koppen gewoon lekker vet. En, heb jij dat ook wel eens zo? Want zij worden wel eens door de machine heen gehaald. Heb je dat in jouw opkomst ook wel gehad? Heb ik echt helemaal nooit. Nee. Jawel, dan kan je schreeuwen. Nee, natuurlijk. Er is altijd een gezeur. En zeker. Ja. Nou ja, ik bedoel, jij bent ook hartstikke... Je bent nog steeds hartstikke jong. Maar ik bedoel, ook toen je begon en ik ook toen ik begon, was ik 19. Ik vond dat soms wel echt heel erg moeilijk. Ook omdat ik dan zelf nog helemaal niet eens wist wie ik was. En dan hadden allerlei mensen een mening over me. Die zeiden van, nou Katja, die is dom. Of is, en dat vond ik echt heel lastig. Heb jij daar ook moeite mee? Ik heb daar in het begin wel heel erg veel moeite mee gehad. Maar nu... Echt niet, doet het je ook niet soms pijn als je... Ik heb ook wel kijk, wat ik bijvoorbeeld wel heel jammer vind... en dat is wel een ding... Ik denk dat heel erg veel mensen in Nederland een verkeerd beeld van mij hebben. Ik denk dat ze me niet echt kennen. En dat vind ik wel jammer. Want ik word in de media heel vaak neergezet als een soort van dombo, vind ik. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet dom ben... en donders goed weet wat ik aan het doen ben. En ik heb gewoon het gevoel dat mensen mij niet kennen. En ik denk dat het... Maar dat is natuurlijk ook zo. Mensen kennen je nooit zo. Die kennen jou alleen maar van een beeld. Voel je dan niet de drang om mensen juist te laten zien? En dat als ik bijvoorbeeld met mensen ben die mij dan bijvoorbeeld niet kenden... maar alleen kenden vanuit de media... en die dan vervolgens in mijn kringen belanden... bij wijze van spreken, of ik ga met je werken of weet je, noem maar iets op... dat ze zeggen van, nou, ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat jij zo was. Wie is dan die echte Femke een groot deel van de mensen niet kent... Ja, wie is die echte Femke? Ik ben eigenlijk gewoon heel erg lief en super zorgzaam. En ik wil eigenlijk iedereen helpen. En ik sta heel erg open voor alles. En weet je. En ik hoop dat mensen dat binnenkort wat denk of ooit jij nog dat gaan zien. De reden is dat mensen dan een verkeerd beeld hebben? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik denk dat het altijd wel... Ik kan ook niet heel dichtbij komen. Wij zijn mensen, dus je hebt sowieso verschillende kanten. En dat... laten we af en toe zien. Ook op de media. Van, hey, vandaag is het... Maar het is wel gewoon moeilijk soms. Zeker in onze positie, maar zeker in jullie positie als artiest... om helemaal jezelf te zijn. Ja, want ik heb het idee dat soms als je dat te veel doet... dat dan media en interviews daar bovenop springen... en denken, daar gaan we even gebruik van maken. Want dat is natuurlijk ook wel eens bij Femke gebeurd. Dag Femke. Hey. We hebben lang op jou gewacht. Er is een beetje ophef op dit moment. Kan ik je daar wat over vragen? Ik ga niet hierover... Nee, joh. Nou ja, want je wil wel een belangrijk statement nu naar buiten brengen. Het was eerder een heel ander statement, dus... Ik ga zeker een statement naar buiten brengen, maar niet bij Pauw Nieuws. Want eerder heb je dus, zeg maar, een statement... werd je betaald... Oh, Femke, doe dat nou niet. Eerder werd je dus betaald door een Dit is een heel menselijke reactie, volgens mij. Ja, snap ik helemaal. Het is irritant. Ik kan me voorstellen dat je daar geïrriteerd En ik heb er ook geen spijt van.
Nee. Nee, als hij weer voor mijn neus zou staan, dan zou ik het nog een keer doen. Ja. Dit lijkt mij verschrikkelijk namelijk. Ik zou hier echt wakker van liggen 's nachts. Is dat bij jou ook zo? Nee, dat niet. Ik vond het eigenlijk wel leuk om te zien. Ik vond mijn reactie ook leuk. Ik vond het tof dat ik die microfoon wegsloeg. Ja. Want ik vind het sowieso een dom platform. Dus ja, echt. Ik genoot van die video. Jij hebt zitten lachen. Ik heb gelachen, echt. Ja, maar dat is wel... Is dat een goede manier om ernaar te kijken, om het voor jezelf dragen? Nou, het is sowieso een goede manier om ernaar te kijken op het moment dat het gebeurt. Dus kijk, misschien achteraf gezien had je liever misschien met een hele strakke one-liner van het publiek gediend. Het is niet heel netjes, nee. Maar ja, ik bedoel, ik vind dat de manier hoe zij zich opstellen... Is ook niet netjes. Bepaalde zaken en ook niet eens alleen naar dit, maar ook gewoon... Zij verdienen, die microfoon hoort gewoon op de grond en niet voor mijn mond. Klaar. Heb jij nooit gedacht, ik gooi gewoon de handdoek in de ring? Ik ben er klaar mee. Ja, soms wel. Ja. Waardoor ga je dan toch door? Weet je, het is hetgene wat ik doe. Ik heb daar gewoon heel veel liefde voor, weet je. Ik zou daar... Dat is muziek maken. Ja, muziek maken, weet je. Programmaatjes doen. Weet je, ik vind het gewoon heel erg leuk. En kijk, ja, het geeft natuurlijk wel een bepaalde druk, weet je. Kijk, dit soort dingen gebeuren of mensen schrijven nare dingen over je in de media of zo. Maar ik heb wel zoiets van, ik blijf gewoon doen wat ik leuk vind. En ik vind eigenlijk dat iedereen dat moet doen, hoor. Ja? Ik bedoel, ik vind eigenlijk dat iedereen dat moet doen. Want je hebt wel eens gezegd, ik wil een soort voorbeeld zijn voor jonge meiden. Op wat voor manier wil je dan dat voorbeeld zijn? Ja, dat ze gewoon nooit... Weet je, elk mens heeft bepaalde tegenslagen. En weet je, dat gaat bij niemand soepel. Je moet gewoon altijd door blijven gaan. Als jij iets echt wil, dan kan jij dat bereiken. Ja. Linksom, rechtsom, het gaat je lukken. Ja. Weet je, sowieso. Ja, het is wel goed om je niet uit het veld te laten slaan door kritiek. Want kritiek zal er ook gewoon altijd wel zijn. Ja. En zeker in het tijdperk van de sociale media... waarin iedereen wat vindt. En vindt nooit iedereen alles alleen maar helemaal leuk. Ja, en gewoon dicht bij jezelf blijven, weet je. Als jij ervan overtuigd bent dat jij niet zo bent... dan maakt het niet uit wat andere mensen over je schrijven. Want ja, je weet gewoon hoe je zelf bent, toch? Ik zou denk ik al een paar keer serieus overwogen hebben om te stoppen. Om gewoon te zeggen, ja, ik kap ermee, is het allemaal niet waard voor me. Dus ik vind het echt cool dat je ondanks al die kak die je over je heen krijgt... dat is jou ook wel bekend, Katja, letterlijk... dat je gewoon door blijft gaan. Dat vind ik wel echt fantastisch. Dat vind ik ook een applausje waard. Want dat is wel... ik denk dat niet veel mensen dat... ik denk dat niet veel mensen dat zouden kunnen. En dat je dat ook mee wil geven aan andere meiden, vind ik wel echt knap. Dank jullie wel dat jullie er waren.